Goedemorgen allemaal en welkom op deze extra webinar naar aanleiding van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Vandaag hebben we een lange webinar. We gaan het eerst hebben over het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en daarna gaan we iets dieper in op de rapportering en de monitoring. Nu, alvorens we van start gaan, ga ik kort nog even enkele praktische afspraken met jullie overlopen. De webinar zal worden opgenomen en zal nadien ook beschikbaar zijn, net zoals eigenlijk de Q&A, dus alle vragen die gesteld worden en de bijhorende antwoorden en de PowerPoints. Je kan vragen stellen via de chat. Dat kan via het icoontje met de twee tekstballonnetjes en het vraagtekentje. Vermeld daar liefst ook even jouw naam en de naam van jouw lokaal bestuur. Ervaar je technische problemen, dan kan je deze ons ook melden via de chat en dan gaan we deze privé met jou oplossen. Dan ga ik nog eerst ook even de agenda voor vandaag overlopen. Dan weten jullie wat er jullie allemaal te wachten staat. In het eerste deel zullen we iets dieper ingaan op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en de financiering. Dus eerst volgt er een toelichting door mijn collega Cédric de Puijt over het LEKP 2.0. Daarna een toelichting over de financiering van het LEKP 2.0. En ook nog een toelichting over de financiële rapportering. Je ziet dat we tweemaal een Q&A-moment voorzien, zodanig dat de vragen goed gebundeld kunnen worden. Daarna hebben we een pauze van een half uur. Het zal ook al een goede gevulde agenda zijn en goed gevulde presentaties. Dus dan kan dat wel eventjes deugd doen. En dan gaan we over naar het tweede deel, waarin we eigenlijk het Lokaal Klimaatpactportaal voor jullie verder gaan uitleggen en het gebruik van het Groenbouwpeil. En op het einde voorzien we ook weer ruim voldoende tijd voor de Q&A. Voilà. Dat is de agenda voor vandaag en dan ga ik het woord geven aan onze allereerste spreker, mijn collega Cédric de Puijt. Dag Cédric. Goedemorgen Elke. Goedemorgen collega's van steden en gemeenten. Van mijn kant ook welkom op deze webinar waar we dieper in gaan op het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Jullie zijn allemaal bekend met de 1.0, maar er is ondertussen ook een 2.0 op ons afgekomen. Bedoeling van dit eerste blokje van de webinar is om wat duiding te geven bij het pact, de inhoud ervan en het verschil tussen de 1 en de 2, zodanig dat jullie na dit blokje heel duidelijk weten hoe de zaken in elkaar zitten. Ik ga het niet enkel over de 2.0 hebben, omdat ik vind dat de filosofie en de manier van denken van de 1.0 hangt er zo hard aan vast, dat het eigenlijk een groot geheel vormt. Zoals jullie weten, heeft het pact, sta mij toe dat ik vanaf nu het pact zeg, van LEKP, dat is zo'n tongworstelaar. Het pact heeft een aantal basisdoelstellingen en ook een viertal werven, zoals jullie bekend. En die basisdoelstellingen voor de 1.0, en ik overloop even snel, want jullie zullen dit ook al weten, het onderschrijven van de burgemeestersconvenant, dan voor de eigen gebouwen, dus voor het patrimonium, 2,09% reductie per jaar en 40% nastreven tegen 2030. Het verleggen van de openbare verlichting tegen 2030. Het afbouwen van heffingen op windpylonen zit in het eerste pact. Het opmaak van een warmte- en een sloopbeleidsplan. En dan vier werven. Dat zijn zaken waar nagenoeg iedereen zich al heeft toe geëngageerd. En waar Vlaanderen het eerste jaar net geen 25 miljoen euro voor in de pot heeft gestoken. Ook voor het volgende jaar wordt ditzelfde bedrag aangehouden. Om dat even met een voorbeeldje te situeren, heb ik uit het gebied waar ik verantwoordelijk ben een lukrake gemeente gekozen. Temse heeft een goede 30.000 inwoners. Dus volgens de verdeling, volgens het aantal inwoners en volgens het gemeentefonds heeft Temse voor het eerste pact een goede 100.000 euro aan trekkingsrechten die ze kunnen krijgen. Zoals jullie zien op de grafiek is het pact een heel groot succes. Nagenoeg alle gemeenten op een handvol na
hebben het pact heel bewust onderschreven en we zijn daar blij mee. Hiermee tonen we dat wij steden en gemeenten het klimaatbeleid echt serieus nemen en verder willen gaan en dat daar stappen in vooruit willen zetten. Naar krachtlijnen toe en toch nog even onderstrepen. Het pact is eigenlijk een instrument waar we ontzettend tevreden mee zijn als steden en gemeenten. Het is niet een instrument die ons doet terugdenken aan de milieuconvenant of de samenwerkingsovereenkomst van vroeger, waar dat je een half puntje kon krijgen als je meer dan 30 stickers bedeeld had voor op de brievenbus te hangen. Nee, het gaat over globale doelstellingen waar gemeenten zich achter stellen en waar we met z'n allen werk van maken. En waar dat je ook zelf je krachtlijnen kunt kiezen, doen we wat meer op het ene, wat minder op het andere. Voilà. En ook het besef dat, en daar zijn we heel blij mee, dat de lokale klimaatcapaciteit een stevige versterking nodig heeft. We merken dat ook als we contact hebben met jullie, dat klimaat, jullie doen jullie heel hard de best, maar ja, het zou goed zijn, moest er ook nog wat versterking komen. Wel, zie die middelen als een globale versterking van de klimaatcapaciteit van steden en gemeenten. Ook heel tof dat wij gemeenten door Vlaanderen als volwassenen beschouwd worden. Men gaat in dit systeem, en dat is absoluut de bedoeling, ons niet gaan betuttelen. Nee, we maken afspraken onder elkaar als volwassen bestuursniveaus onder elkaar. Hier gaan we voor gaan, we hebben daar centen voor. En ook heel belangrijk, dit systeem gaat niet over ons gemeenten als organisatie op zich. Uiteraard moeten wij in onze gemeenten ook onze eigen energiehuishouding op punt zetten en onze gebouwen enzovoort enzoverder. Maar we weten allemaal dat dat slechts 1 à 2% is van het ganse klimaatverhaal van de gemeente. En de burgemeestersconvenant is dan eigenlijk ook niet zomaar iets van de burgemeester alleen, maar is eigenlijk iets van alle burgers samen. Vandaar dat ik dikwijls ook spreek van een burgemeestersconvenant, waarbij dat je echt een dynamiek gaat opstarten om samen met je burgers ja, dat klimaatbeleid op gang te trekken. En in die zin waren we ook echt blij dat in het pact dat vertaald wordt naar ambities die gelinkt kunnen worden aan burgers, omdat je op die manier echt die burgers ook kunt meetrekken in je verhaal van klimaat. Ik ga dan nog even in op de bestaande werven. Eerst de adaptatiewerven, werf 1 en 4. We weten, het klimaat verandert sowieso. Dat geeft effecten. En die effecten die kunnen we tegengaan door een aantal maatregelen. Ik ga ze niet allemaal in detail overlopen, maar het gaat over plant 1 boom extra per inwoner, het gaat over natuurgroenparkjes, het gaat over ontharding, het gaat over waterinfiltratie. Hier voel je al echt die dynamiek van, het is niet wij gemeente, wij gaan bomen zetten, nee, we gaan met alle burgers bomen zetten. Wat heeft dat voor implicatie voor onze voorbeeldgemeente van vandaag, Temse? Ja, zij moeten een 30.000-tal bomen zetten tegen 2030, 30 natuurgroenparkjes plaatsen, 3 hectare gaan ontharden en ongeveer 30.000 kubieke meter hemelwateropvang gaan voorzien. Nu, ja, we hebben ook altijd gezegd, het zou kunnen zijn dat 30.000 bomen in Temse dat niet gaat lukken. Het kan zijn dat Temse dan zegt van we gaan meer inzetten op een ander aspect, terwijl dat een andere gemeente bij wijze van spreken dan wel meer plaats heeft voor bomen. Maar bon, het is even om de grote orde te schetsen van de impact waarvoor dat we ons hebben geëngageerd. Ik ga je vandaag niet meer over die adaptatiewerken zeggen, omdat ze voor de rest eigenlijk buiten de scope vallen van de 2.0.
Maar de mitigatiewerven die zijn wel een hele belangrijke. En ik wil toch nog even echt dieper ingaan op die werven voordat we de 2.0 uitleggen. Werf 2, verrijk je werk, heeft eigenlijk twee belangrijke poten. De eerste poot is de renovatiepoot. We weten allemaal dat onze woningbestand in Vlaanderen niet goed is en dat we een zeer grote inhaalbeweging nodig hebben. Namelijk 95% van de woningen gaan een grondige renovatie nodig hebben om fossielvrij te kunnen zijn tegen 2050. Dat is een gigantische uitdaging. En als je weet dat we momenteel een renovatiegraad hebben van 0,7% ongeveer, plus of min, ja, dan gaan we die renovatie gigantisch moeten optrekken. Een van de zaken die daar dan bij komen, is naar ons mening die warmteplanning die belangrijk is. In de hele dense gebieden gaan we kiezen voor warmtenetten met centrale warmtevoorzieningen. En ook een heel belangrijk aspect waar we blijven op hameren is die financiering. Ook kunnen we ervoor zorgen dat mensen die het niet meer kunnen betalen, eigenlijk structureel die renovaties kunnen toch doen. Want elke kilowattuur die je niet verbruikt, is de belangrijkste. Om dit in perspectief te zetten voor Temse. In Temse zijn 13.800 en zoveel woningen. By the way, dat getal geplukt uit provincies in cijfers. Zeer interessante website. Moest je het nog niet kennen, ga zeker een blik werpen. Maar dat komt erop neer dat er tegen 2030 zeker 690 woningen collectief gerenoveerd moeten zijn. Daarvoor hebben we ons geëngageerd. Hernieuwbare energie is het tweede belangrijke onderdeel van Werf 2, Verrijk je wijk. We hebben ons geëngageerd tot één coöperatief participatief project per 500 inwoners. Nu wat ik daar wil meegeven, onze energietarieven, en ik moet jullie niet zeggen, het is hot news, maar die zijn gebaseerd op fossiel. Fossiel is volatiel, terwijl hernieuwbare energie eens geïnstalleerd, weten we hoeveel dit kost. Dus laat ons daarop streven naar het halen van die klimaatdoelstellingen, ook om een economische onafhankelijkheid te krijgen ten opzichte van die buitenlandse fossiele bronnen. Dus de motivatie om aan klimaatbeleid te doen is eigenlijk meer dan milieu en klimaat en duurzaamheid alleen. Nee, het is ook echt die economische onafhankelijkheid waar we willen voor kiezen en die op zich ook voor meer comfort zal zorgen. Wat heeft dit voor onze voorbeeld? Temse. Temse zal tegen 2030, 60 coöperatieve, participatieve, hernieuwbare projecten doen. Daarvoor hebben we ons geëngageerd. Ik wil toch even meegeven, het pact is echt de bedoeling om wat centen te geven om de gemeenten te doen aanzetten, om die motor te doen aanslaan voor die renovatie, die hernieuwbare energie op gang te krijgen. Wil dat dan zeggen, als je zeg maar een zonnepaneeltje hier legt op een gemeentelijk gebouw en een grillokaaltje isoleert enzovoort, dat dat niet goed is? Ja, dat is goed, maar dat is niet voldoende. Als we echt die klimaatmotor op gang willen trekken, moeten we echt die motor starten en samen met burgers die processen in gang sleuren. En daar is het pact voor. Als derde werf, als voorbeeld, mobiliteit, hebben we ons geëngageerd tot één toegangspunt voor een fossielvrij deelsysteem per 1000 inwoners. Dat zijn eigenlijk twee deelwagens, is één toegangspunt. Een beetje te vergelijken dat voor elke glasbol die we gezet hebben, staan er twee deelwagens, die grote orde.
We hebben ons geëngageerd voor één oplaadpunt per 100 inwoners en voor 1 meter fietspad per inwoner. Voor onze voorbeeldgemeente Temse wil dat zeggen dat we 60 deelwagens hebben op het grondgebied tegen 2030 en 300 oplaadpunten. Op zich haalbaar, maar toch een stevige uitdaging. Nu, de inspanningen van het pact komen ook niet van ons, steden en gemeenten alleen. Ook Vlaanderen heeft zich geëngageerd en voor ons is dat ook een heel erg belangrijke tot een heel aantal zaken. Ze steunen ons netwerkklimaat van VVSG, ze steunen andere initiatieven zoals bijvoorbeeld Sure 2050 van het Vlaams Energiebedrijf. Maar zeer belangrijk voor ons is dat Vlaanderen zich ook geëngageerd heeft om knelpunten, hindernissen die wij ervaren, te helpen oplossen. Dus wij hebben een aanspreekpunt en het engagement van Vlaanderen om die hindernissen met hen samen op te lossen. En wij gaan daar vanaf nu nog meer werk van maken om daaraan te herinneren en die stappen te zetten. Nu, voor de gemeenten die zeggen het pact 1.0 en 2.0, goed nieuws. Het is niet zo dat de 2.0 de 1.0 vervangt. Nee, de 1.0 blijft onverminderd bestaan. Als jullie niets doen en zeggen van dit is oké, dan blijven jullie engageren tot deze doelstelling en de middelen krijgen die jullie kregen. Dus daar is op zich geen verandering aan. Wat verandert er dan wel in het pact 2.0? Misschien even duiden, dit pact is er gekomen, de 2.0, naar aanleiding van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan, die voor zichzelf ook een aantal verscherpingen van de doelstellingen heeft doorgevoerd en met de bedoeling om die meteen ook dan mee te nemen. Eerst op de basis, voorwaarden. Je herinnert daarnet nog de 2,9 en de 55%. Deze worden opgetrokken naar 3% reductie in het patrimonium per jaar en streven naar 55% tegen 2030. Wat ook de Fit for 55 doelstellingen zijn. Dan een punt waar er heel veel discussie over geweest is op politiek niveau, maar wat staat uiteindelijk in teksten? De vraag, de bedoeling dat wij als gemeenten vanaf nu geen nieuwe heffingen meer invoeren op masten en sleuven van Elia. Wat stelt Vlaanderen daar financieel tegenover? En dat is goed nieuws, want dit zijn extra middelen en die extra middelen zijn bovenop de middelen van de 1.0. Dus die extra middelen zijn 22,5 miljoen verdeeld over in de eerste 2 jaren 8.750.000 en in het derde jaar 5 miljoen. Je moet dat zo zien, 2022 die 8.075.000. Dat wil zeggen dat we dit jaar de beslissing nemen om in te stappen en dat we die middelen volgend jaar kunnen uitgeven of moeten uitgeven en rapporteren dan met de BBC in 2024. Als voorbeeld Temse, die daarnet een grote 100.000 kreeg voor de basis, zal een goede 36.000 extra erbovenop krijgen als men ook de 2.0 onderschrijft. In de werven zijn er extra doelstellingen voor werf 2 en 3 en niet meer voor werf 1 en 4. Wat zijn die extra doelstellingen? Op vlak van renovatie zegt men van kijk, we hebben ons geëngageerd tot 50. We vragen dat van die 50 er 25 fossielvrij zijn uiteindelijk. Dus niet alleen collectief gerenoveerd, maar echt de helft ervan naar fossielvrij. Dus voor Temse,
Van die 690 woningen zullen er 345 fossielvrij zijn. Daarnaast is het de bedoeling om 50 op 1000 woningen effectief uit te nodigen voor het einde van 2024 voor een klimaattafel. Hoe dat je dat doet, vrijheid, maar het is wel belangrijk, de bedoeling om die mensen aan tafel te krijgen voor begin 2025. Dus dat je eigenlijk met Intemse gaat men een kleine 700 gesprekken doen voor mensen over de brug te krijgen om zich te engageren voor die collectieve renovatie. Op het vlak van mobiliteit wordt het aantal oplaadpunten aangescherpt naar 1,5 oplaadpunt per 100 inwoners. Dus Temse die zich geëngageerd had tot 300, dat aantal wordt opgetrokken naar 450. Ik heb even gekeken welke impact dat geeft voor Temse. Daar staan momenteel, als ik goed kan tellen, een tiental oplaadpunten. Dat wordt een stevige tand om bij te zetten, maar we zien dit wel haalbaar. Welke inspanningen zet Vlaanderen daar tegenover? In grote lijnen ga ik door. Het opmaken van een wijkrenovatietool, waar dat we vanuit VVSG ook al over aan het samenwerken zijn, dat komt eraan. Een versterking van de basisfinanciering van de energiehuizen die reeds beslist is en waar de energiehuizen van op de hoogte zijn. Dan de versterking van de mijnverbouwpremie en mijnverbouwlening. Ook dingen die beslist zijn, die in principe, dacht ik, 1 september en 1 oktober in voegen gaan en echt uitgerold worden. Men spreekt ook over een werkplatform voor oplossingen voor concrete praktijkgerichte drempels bij voortrekkersgemeenten die de 2.0 hebben ondertekend. En wat voor ons als VVSG, en we moeten dat niet onder stoelen of banken steken, heel erg belangrijk is en waar Vlaanderen zich voor geëngageerd heeft, is dat men de noodzaak voor een taxshift erkent. En wat is een taxshift? Dat is de energievectoren van de elektriciteitsfactuur doorschuiven naar fossiele facturen. Dus dat men de elektriciteitsfactuur verlegt en die doorschuift naar de fossiele factuur. Er staat een heel bijzonder zinnetje in de tekst van het pact. Het zal jullie misschien nog niet opgevallen zijn, maar er staat daarin. Het blijft dus al niet te min de expliciete ambitie van minister Zuhal-Dimir en de volledige Vlaamse regering om de inspanningen continu verder te zetten, zodat er zoveel mogelijk kosten uit de elektriciteitsfactuur worden gehaald. Het is een zeer belangrijk engagement en hier doen wij vanuit VVSG dan ook meteen de oproep aan Vlaanderen van kijk, een eerste stap die je daar kunt zetten, een heel belangrijke, is de ODV's, de openbare dienstverplichtingen. Alsjeblieft, die hebben eigenlijk niks met de elektriciteitsfactuur te maken. Haal die daaruit, zeker in de huidige omstandigheden waar de elektriciteitsprijzen zo duur zijn, elke beetje helpen. En dit is ook een structurele maatregel waar iedereen in principe zou moeten achterstaan. Daarnaast, en ik wil dat toch even nog sterk benadrukken, vinden we dat knelpunten voor het klimaatbeleid voor steden en gemeenten serieus moeten weggewerkt worden. In de eerste plaats, de capaciteit van onze steden en gemeenten, die moet nog versterkt worden. We horen het overal, veel hoesting, maar geen tijd of te weinig tijd om voor het klimaat te werken. Een tweede punt, we zijn heel blij met dit pact, maar we willen weg van alle mogelijke calls vanuit Vlaanderen, waarbij wat men zegt van we hebben hier nu eens een potje gewonnen van een paar honderdduizend euro, schrijven voorstelletje en de 6 beste krijgen wat centen, hier willen we vanaf. We willen calls eigenlijk vervangen door structureel beleid ingebed in dit pact en calls enkel nog doen voor heel specifieke innovatieve projecten waarbij dat je echt heel erg ver gaat in experimentatie, maar voor de rest structureel beleid.
Dan drie, die tax shift, waar we blijven op hameren liever. Omdat we denken, als er echt een business case zit, dan gaat die transitie veel meer vanzelf op gang komen. We zien dat momenteel. Mensen hebben echt momenteel de weg gevonden naar zonnepanelen. Omvormers zijn al moeilijk te krijgen in de markt. Elektrische auto's zijn ook al zeer lange besteltijden. Je voelt het, de prijzen veranderen en dit geeft direct een groot effect. En wat ook een hele belangrijke is voor ons, en waar we gaan blijven op hameren, is een financieringsinstrument voor innovatie. En dan spreken we niet over een lening, maar iets dat verder gaat dan een lening. Maar we stellen vast dat er nu al bijna de helft van de Vlamingen geen bijkomende financiële marge meer hebben om leningen te gaan afbetalen. En toch moeten die woningen gerenoveerd worden. Dus we gaan blijven hier ijveren voor een financieringsinstrument om dit mogelijk te maken. Bon, ik wil toch even afsluiten nu met het idee, het pact. We zijn daar heel blij mee, we zijn daar voorstander van. Dat is een zeer goed instrument die structureel beleid ondersteunt. Dit is ook een instrument die comfort moet geven aan de gemeenten. We denken dat de 2.0 vrij goed in elkaar zit. Het is natuurlijk een bijkomend engagement. Je krijgt er wat centen voor, maar we zouden toch willen adviseren, onderteken dit. Toon dat wij steden en gemeenten, lokale besturen, die klimaattransitie ter harte nemen, dat wij de stap willen zetten. Aan ons zal het niet liggen dat de doelstellingen niet gehaald worden. Wij gaan daarvoor onze stinkende best doen, als het ware. Wat moet je daarvoor doen? Tegen 5 december uiterlijk moet er een gemeenteraadsbeslissing liggen. En die beslissing die je neemt, gaat hem over de bijkomende engagementen. In de tekst wordt weliswaar de tekst van de 1.0 herhaald, maar de beslissing die je neemt is voor de bijkomende engagementen. Als jullie zeggen van wij tekenen dit niet, no hard feelings, jullie blijven onder de 1.0 zitten. Voilà, ik ga afsluiten met nog even te vertellen. Wij, onze collega's van Netwerk Klimaat, wij hebben ons wat opgesplitst, zodanig dat wij uw rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor een bepaalde regio. Ik ben verantwoordelijk zelf voor het noorden van Oost-Vlaanderen. Ik heb in de voorbije weken ongeveer de helft van jullie collega's even opgebeld en aan de lijn gehad. De andere helft zal ik in de komende dagen en weken ook opbellen. Moest ik jullie nog niet gebeld hebben, alsjeblieft bel dan naar mij. Hè. Of geef een sms'je met jullie naam en jullie gemeente. We doen een keer een babbelje om te weten hoe het met jullie gaat. Waar jullie mee bezig zijn, waar jullie fier op zijn. En zodanig dat we ook horen wat er bij jullie leeft. Ook mijn collega's die aanspreekpunt zijn voor de andere gemeenten, die gaan jullie bellen. Als je ze nog niet gehoord hebt, geef ze ook een sms'je met jullie naam en gemeente, zodanig dat ze jullie kunnen bellen voor een babbeltje. Tot slot even eruit gaan met een reclamemomentje. Ik zou zeggen, neem even allemaal jullie agenda. Cedric, we gaan een reclamemomentje later doen, want we gaan eigenlijk, denk ik, misschien is het belangrijker om eerst eventjes verder te gaan met de vragen die er al gesteld zijn. Want er zijn toch al wat vragen geweest. Reclame kan altijd op het einde, als dat oké is voor jou. Maar bedankt dat je dat wel wilt doen. We hebben verschillende vragen zien binnenkomen en ik heb ze wat proberen ordenen, zodanig dat er geen verwarring ook bestaat als we de vragen beantwoorden. En eerste vraag is eigenlijk een vrij algemene vraag, namelijk is het klimaatpact een inspanningsverbintenis of een resultaatverbintenis? Dus eigenlijk met andere woorden, moet de gemeente terugbetalen als ze de doelstellingen niet halen van de 2.0 of 1.0? Cedric, ik ga het aan jou laten. Ja, een zeer belangrijke vraag die heel veel gesteld wordt, maar in het pact staat er nergens een clausule dat geld teruggevraagd kan worden. Staat ook nergens dat geld teruggevraagd wil worden.
Het is absoluut de bedoeling dat jullie die middelen als een volwassenen inzetten om dat klimaatbeleid structureel te doen lukken. Die middelen zijn zeer beperkt. Je moet ervan uitgaan dat om een klimaattransitie in gang te krijgen, dat je 1000 à 2000 euro per inwoner nodig hebt om dat te doen lukken. Moet dat van de gemeente komen? Nee, uiteraard niet. Maar in grote orde wil dat dan zeggen, tenzij 30.000 inwoners maal 1000 euro. Dit budget heb je nodig om die transitie nodig te maken. Gebruik deze middelen om die motor op gang te krijgen, om die private middelen te gaan activeren. Dus wij adviseren ook van die middelen dat je hier krijgt, ga die niet gaan verspillen aan kleine dingetjes. Nee, ga structurele systemen in gang zetten om burgers aan te zetten, om te gaan renoveren, om hernieuwbare energieprojecten op te zetten. En we zijn ervan overtuigd dat dat klein bedragje dat je krijgt via het pact, dat dat slechts een pulsschil is van wat je nodig hebt. En dat je echt niet gaat moeten zoeken om dat geld op te krijgen. Dus ga ervoor. Super bedankt voor die toelichting. Ik zie ook wel vragen over het financiële luik ervan, maar die ga ik houden voor het tweede deel. Of na de volgende presentatie. Nu, naar aanleiding van het ADKP 1.0 en eigenlijk ook wel een beetje algemeen. Cedric, je had de vergelijking gemaakt of het voorbeeld getoond van Temse. En er werd gesteld dat er in Temse nu slechts 10 oplaadpunten zijn. En de vraag werd gesteld of dit niet werd meegeteld in de CPE. Wordt meegeteld in de CPE. Ik denk dat Steffi misschien, we hebben hier ook iemand van ABB die aanwezig is, dus misschien dat zij daar eventjes verder op wil antwoorden. Dus als het oké is, Cedric, ga ik eerst Steffi aan het woord laten. Sorry Cedric, ik dacht dat het misschien interessant was met de informatie dat ik bezit over het pakportaal, het lokaal klimaatpakportaal, dat die informatie meest afgestemd zou zijn. Dag iedereen. Ik werk voor het Agentschap Binnenlands Bestuur als projectleider voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Maar dan ga je straks mijn collega's Jonas en Marie nog veel beter zien. En we gaan sowieso nog ons algemeen e-mailadres in de chat zetten, zodat jullie dit kunnen gebruiken bij eventueel nog verdere contactnamen naar ons allemaal. En dus over deze vraag specifiek beroepen we ons op de data dat het agentschap, het departement Mobiliteit en Openbaar Werken verzamelt in samenwerking met Eco-Movement. Daar kan je eigenlijk al de data zoals het nu is terugvinden online. Ik denk dat de huidige website, maar Cedric vul mij dan straks gerust nog aan, moest je daar toch nog extra informatie van hebben. Milieuvriendelijkevoertuigen.be en eventueel kunnen we dan nog die info later nog meegeven. Die gaan we ook verder gebruiken. Dus wij creëren geen nieuwe data. En dus MOE is eigenaar van die data. En momenteel gaan we inderdaad de definitie van laadpunten gebruiken. Het is de bedoeling om naar CPE's te gaan. Maar de berekeningswijze wordt daar nog wat verder rond afgestemd. Cedric, moet jij nog aanvullen? Wel, ik wou daar even... Ja. Ik weet niet of dat ik live ben op dit moment. Ja, ik wou even daar aanvullen. Het was niet mijn bedoeling in de presentatie om exacte aantallen weer te geven of CPE's. Ik wou daar niet op ingaan. Ik wou gewoon een grote orde stellen van waar staan we nu en wat is de uitdaging. En neem mij niet op 10 of 20 of 30 die er zijn. En neem mij ook niet op 400 palen die er moeten komen. Bij wijze van, maar het gaat hem over de grote orde dat ik heb ingeschat. Oké, bedankt voor deze toelichting, Steffi en Cedric. Een andere, dan ga ik even wat dieper ingaan op de vragen over het ADKP 2.0 natuurlijk. Een eerste vraag is of dat gaat eigenlijk al over de area-heffingen. Namelijk, of is eerder een bemerking of een bedenking. Namelijk, het engagement in zaken de heffingen wordt eerder als binair gezien. Het is namelijk een ja of nee. Dus het zou eigenlijk eerder een verplichting zijn dan een engagement. Cedric, kan je daar eventjes verder op reageren?
Ja, even wachten tot ik live ben. De heffingen op de ELIA sleuven en pylonen, ik denk dat iedereen weet, en ik ga me zeer diplomatisch uitdrukken, dat dit een vrij lastig punt was in de onderhandelingen. We zijn er, ja, er is op zich iets voor te zeggen, dat die heffingen die worden doorgerekend uiteindelijk via de elektriciteitsfactuur. Er is op zich iets voor te zeggen om die heffingen af te bouwen, als je consequent wil zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook een kwestie van basisfinanciering van gemeenten en niet zomaar af te bouwen. Maar goed, bijkomende heffingen voor gemeenten die het nu nog niet doen, ja, dat is niet de bedoeling. Gemeenten die zeggen van ja, maar wij waren eigenlijk van plan om toch nog een bijkomende heffing te stemmen, die gaan moeten dan afwegen voor zichzelf. Gaan wij kiezen voor de middelen van het pact 2.0 extra of gaan wij kiezen om toch die heffingen door te voeren? Maar ja, op termijn, want dit staat nu niet in de contracttekst, maar op termijn denk ik dat we ons wel moeten bewust zijn dat er iets te zeggen is voor het gegeven dat heffingen op pylonen wellicht ooit gaan anders georganiseerd worden. Maar dit zal, nogmaals, ik druk me zeer voorzichtig uit, dit zal voorwerp moeten zijn van een overeenkomst en waarbij de gelaagdheid ook goed bekeken worden. Mag niet vergeten dat die heffingen niet alleen op financieel zijn, maar dat die ook een effect hebben op visuele vervuiling. Dat die ook niet alleen slaan op de heffingen van de pylonen van ELIA, maar dat het ook gsm-masten zijn. En als je daar heffingen op pylonen voor gsm-masten, dat die dan het effect hebben dat ze gebundeld worden, waardoor dat je minder masten hebt op de gemeente. Dat zijn allemaal dingen die daar mee een rol spelen. Ik zou zeggen, de tekst zoals nu in het pak staat, dit is wat voor ligt. Gemeenten die reeds zo'n heffing hebben, die kan blijven bestaan. Gemeenten die nog geen zo'n heffing hebben, die gaan dat waarschijnlijk niet van plan zijn om dat in te voeren. Er staat niet in, nu al, dat het moet afgebouwd worden, maar er zal zeker nog over gesproken worden. Laat ik het zo uit. Oké, okay, dank u wel voor deze verdere verduidelijking. Een andere vraag die gesteld wordt, en een vraag die we ook al een paar keer hebben zien passeren, is namelijk, betekent de ondertekening van het LEKP 2.0 ook dat we de hernieuwde versie van de burgemeestersconvenant, dus de convenant 2050, ook moeten ondertekenen? En moeten we dat dan ook, moeten we dan eigenlijk dan ook de reeds goedgekeurde klimaatplannen aanpassen? Cedric, die kan ik gewoon aan jou doorgeven. Ja, dat is een zeer eenvoudige vraag met een zeer eenvoudig antwoord. Het engagement voor de burgemeestersconvenant in de LEKP 2.0 verandert niet. Het is de bedoeling om de 2030 te onderschrijven, die was al onderschreven, en het is de bedoeling om die doelstelling te halen. Het enige natuurlijk, die engagement is een aantal van de engagementen die nu opgetrokken worden. Nu, ook niet flauw doen daarover, in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan zijn die ook opgetrokken, zijn elementen dat we moeten meenemen en eventueel hier en daar wat bijsturen. Maar ik denk dat niemand, maar dan ook niemand verwacht dat we nog eens een rondje plannen maken gaan draaien. Integendeel, het is tijd voor actie. Het is tijd om die plannen nu te realiseren, om uit te voeren. We kunnen niet wachten tot we nog eens plannen maken. Nee, we gaan het klimaatbeleid aanpakken. Iedereen weet, het is crisis op dit moment op vlak van energie. Onze voorzitter zei deze week, never waste a good crisis. Wel, het is echt het moment om stevig werk te maken van de inhoud en de uitvoering van die plannen. Oké, okay, super, dankjewel. We hebben nog tijd voor
één vraag. Nu, sommige vragen die op dit moment al gesteld zijn, worden eigenlijk later in de presentatie toegelicht. Dus vandaar dat ik deze eventjes niet meeneem. Maar de vragen die we op het einde van de sessie nog niet hebben beantwoord, gaan we dus ook wel later beantwoorden. En krijg je nog zeker binnen de week een antwoord op. Dus wees gerust, dat komt er zeker aan. Een laatste vraag die ik nog ga stellen is namelijk... De 3% primaire energiebesparing in publiek patrimonium, dat is zonder de erfgoedgebouwen, maar is het ook zonder de gebouwen in concessie? Kijk ik daarvoor best naar Cedric of kijk ik best naar Steffi? Naar Steffi, voilà. Oké, dan ga ik de vraag doorgeven aan jou, Steffi. Dag iedereen. Ik ga in de mate van mogelijke antwoorden, maar we gaan sowieso nog een beter antwoord achteraf doorsturen. In de opvolging van het lokaal patrimonium wordt in ieder geval aangegeven dat het de gebouwen zijn die geregistreerd worden en dus het verbruik daarvan, waar je zelf het verbruik van betaalt. Dus ik denk dat dat het hoofdantwoord is. De details ervan kunnen we nog wat beter in samenwerking met onze collega's bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, die dat met ons samen opvolgen, nog beter uitschrijven. Maar dan heb je toch al het hoofdantwoord gekregen. En Cedric? Ja, je verwacht het ook gelijk van. Zo'n vragen zijn belangrijk. Maar ik wil er toch even een dimensie naast stellen. Het opvolgen van je cijfers, opvolgen van je data, heeft een teneur en heeft een tendens. Hè. Maar het komt er vooral op aan hè, om nu die motor aan te zetten, om die klimaatinspanningen te gaan realiseren op het terrein. Dus al... Die kleine bedenking, ik snap op gemeente dat je daarmee zit, maar ja, ga er gewoon voor. Ga voor de realisatie van die plannen, voer dat uit. En als je dat gaat doen, dan ga je eigenlijk zien als vanzelf dat je zeker financieel gaat voldoen aan wat men vraagt in het pact. Een echt stevig klimaatbeleid op de rij zetten. Ja, overstijgt wat het pact vraagt. Dus ik zou zeggen, haar gewoon. Oké, bedankt nog om dat antwoord wat verder aan te vullen en wat te enthousiasmeren.